was dat in de oorlog? Was dat in de oorlog? Nee. Dat was een beroep. Voor de oorlog. Oh, voor de oorlog. Mensen, ik ging nog vaak. Ik ging vaak naar de huizen. Op de fiets. Waar in Huizen? Dat is Huizen is vast vlakbij Weesp. Huizen vlakbij Weesp. Vlakbij Weesp. Ja, dat ligt in de kooi, hè? Ja. Zo weer een uur je fietsen van Weesp af. Wat ging je daar dan doen? Wat zei je nou? Wat ging je daar dan doen? Nou, gewoon zwemmen. Zwemmen? Als kind gingen we daarheen. Gingen we zwemmen in zee. Toen was het nog van. Nou, toen was het te brak. Het was in 1932 is het geloof ik afgesloten. Het IJsselmeer. Ja, en voor 32 was het door zee, hè? Ja, in de Zuiderzee, ja. Ja, ja. Wanneer werd het afgesloten? Nou, ze wilden dat inpolderen, hè? Ja, maar wanneer sloten ze dat af? De eerste polder die droog kwam, dat was de Wieringermeer. Ja, maar was dat nadat ze de Zuiderzee dichtmaakten? Ja, de Zuiderzee gedeelte ervan. Ja. Dus waar nu de Wieringermeer is, daar ging je vroeger zwemmen? Ja, dat was Muiderberg. Dat was een badplaats voor de oorlog. Ja, ja. Daar ging we ook vaak heen. Als kind. Hè. Kende je toen Ma al? Nee. Kende je toen Ma al? Nee, natuurlijk niet. Nee. Voor de oorlog toch niet? Nee. Je hebt Ma pas in de oorlog leren kennen. In de, op het, nou zeg maar, het gereformeerde zangkoor. Ja, ja. In 1942. Toen heb je pas Ma leren kennen, in 1942. Ja. Dus jullie gingen samen naar het zangkoor. Huh? Jullie gingen samen naar het zangkoor. Ik versta je niet. Jullie gingen samen naar het zangkoor. Ja. Ja. Nou, ik ging erheen. Zij had een vriendin. Maar had een vriendin en ik ging met die vriendin. En na afloop van die vriendin van haar, die had een vriend. En na afloop van de zangen brachten we die meisjes naar huis. Ja, ja. Dat was ook de gewoonte, hè. Ja. Deed je. Maar je ging zelf niet naar het zangkoor. Ja. Je ging zelf niet naar het zangkoor. Ja, ik wel, ja. Je ging, je zong... Ik was ook lid van het zangkoor. Ja, ja. Ja. Ja, dat was een trekpleister. Er was in de oorlog, was er niet veel. Dan was je al blij dat er een zangkoor was. Ja. Ja.
wat deed je dan? Wat deed je nog meer? Je ging onderduiken in 43. Ik ben niet verzand. Je moet dat best. Je ging in 43 dook je onder. In 43? Ja? Toen ben ik dus ondergedoken. Ja. Heb je toen maantijd niet gezien toen je onder was gedoken? Een tijd niet, nee. Nee. Als je maar ze zal in de winter van 43 of 44 is maar al naar de Rugoard gekomen. Het is er bij Gootjes gaan werken, hè. Ja, wat gebeurde er toen met Albert en met Gert? Bleven die gewoon thuis wonen? Ja, gewoon, ja. Tuurlijk, die waren nog op school. Ja, ja, ja. Ja, ma was de oudste. Ja.